Dames en heren, welkom bij deze spannende Nederland van vandaag. Mijn naam is Evert ten Napel en naast me zit Jordi Mulder. We gaan zo beginnen aan de wedstrijd Nigeria tegen IJsland. Het WK voetbal is een van de grootste tv-evenementen ter wereld. Bij het vorige WK keken er meer dan 3 miljard mensen. Ja, en naar de finale kijken zo'n miljard mensen, kun je niet voorstellen. Al kun je daar beter maar niet bij stilstaan als je op het veld loopt. Het nieuwe stadion, de Volgograd Arena in het zuiden van Rusland, is hard gebouwd voor dit toernooi. Het dient als locatie voor wedstrijden in de groepsfase. Ja, het ligt in het centrale park van Volgograd, de uitgestrekte stad die aan de bekende rivier de Wolga ligt en vroeger Stalingrad heette. We kijken naar de 11 Nigeriaanse namen die vandaag gaan strijden voor volk en vaderland, jazeker. Er is gekozen voor een 5-3-2 systeem. Vaak worden wedstrijden beslist op het middenveld. Zou dat vandaag ook zo zijn, Juri? Zeker, Evert. En het is de vraag ook of de backs door durven te schuiven. Dit zijn de 11 spelers die het vandaag gaan proberen voor IJsland. De trainer kiest voor 4-5-1. Dat is ook erg verdedigend. Dat is erg verdedigend, Evert. Alleen ze spelen op het middenveld dan wel met de punt naar achteren. Dat betekent twee iets aanvallendere middenvelders. En ja, die zouden misschien voor wat extra gevaar kunnen zorgen. Maar voor de rest is het een vrij verdedigende opstelling. We zijn benieuwd wat deze grote wedstrijd zal gaan brengen. Ja, Evert, deze ploegen zijn tot veel in staat. Hopelijk gaat het een mooie wedstrijd opleveren. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? In de handen van de keeper. Moses. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Op de wreef en een schot. Nou, daar baalt hij flink van. Dat ziet u ook wel. De tegenstander kan de bal onderscheppen. En Nigeria bereidt weer een aanval voor. Sigurðsson. Snel teruggekaatst. Er ligt ruimte achter de verdediging, maar dan moeten ze snel handelen. Moses. Iheanacho. Onyinye Ndidi. De Nigerianen werken zorgvuldig aan een aanval. Dat ziet er goed uit. Nee, dat schot moeten we snel vergeten. In de herhaling zie je dat het helemaal niet zoveel scheelt. Jarnason, Finnbogason maakt zich wellicht al op. op voor een schot. Die paas wordt onderschept. Iannaccio. De tegenstander weet de paas eruit te halen. De speler krijgt de bal weer terug. Hij is er vandoor. Komt dat schot? Daar was bijna al het eerste doelpunt. Zo'n kans moet er toch eigenlijk gewoon in, man? Ja, natuurlijk. Hè. Op dit niveau moet je die bal afmaken. Daar zit de tegenstander tussen. De scheidsrechter legt het spel stil om te kijken hoe het met die geblesseerde speler is. De geblesseerde speler heeft het veld verlaten. We vervolgen het spel met een scheidsrechtersbal. Jarnason. Sigurðsson. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Onazi. Moses. Iannaccio. Buitenspel gezet. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Finn Bogason. Die bal is scherp. Onazi. Moses. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Moses! Sterk gekiept. Die doelman begrijpt dat je zo'n bal naar de zijkant moet slaan. Jarnason. Als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toeslaan in de omschakeling. Gudmundsson. Sigurðsson. Het gevaar wordt afgeslagen. Moses. Iannaccio. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Geslaagde defensieve actie en het spel gaat de andere kant weer op. Dit zijn de omschakelmomenten waarvan je kunt profiteren. Sigurðsson. Finn Bogason. Gunnarsson. Hij deed die paas onderscheppen. Moses. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte? Die ging hard. De keeper redt op fenomenale wijze. Sigurðsson. Benut de ruimte nou aan de zijkant, zou ik zeggen. Weg is weg, denk ik, keeper. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. Obi. Oh, dit kan een kans worden. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Sigurðsson. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Eens kijken of ze deze kant... Wat een snelheid. Birgir Jarasson. Daar is de voorsprong. En kijk dus wat een ontlading. Begrijpelijk, maar ze zijn er nog niet hoor. Ze moeten dit nog wel even op de streep trekken. Die speler is zo ontzettend balvast en dat weet die verdediger nu ook. Die had niets in te brengen. Het is af en toe een balkunstenaar, ja. Geweldig om te zien. Moses. De Nigerianen werken zorgvuldig aan een aanval. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Hoog druk zetten van de tegenstander. Goedmondson. Eldersson. Onazi. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Oh, knalhard schot. De verdediger raakt de bal nog aan, dus corner. Ze kiezen voor de lange variant. De doelman pakt de bal makkelijk. Jarnason. Ja, opnieuw een prima pas. De scheidsrechter fluit. Zou hij een kaart gaan trekken voor die overtreding? Hij krijgt een gele kaart voor die overtreding. Die slijding was niet volgens de regels. De scheidsrechter had geen keuze hier. Je moet wel van goede huizen komen om deze keeper te verrassen. Ah, die kopbal is een makkelijke prooi voor deze keeper. Eldersson. Onazi. En Nigeria bereidt weer een aanval voor. Iheanacho. Nee, geen doelpunten, dus ook niet de gelijkmaker. Die bal had er ingeboeten. Gunnarsson. Houdt hij het hoofddoel? Hij is er doorheen. Pien Gunnarsson. Een opgelegde kans, maar kan niet mis. Doelpunt. Ze verhogen de voorsprong. Dit is een dreun van Jansen voor de tegenstander. Ze wil nu moeten jagen op de aansluitingstreffer, maar wil ze nog meer ruimte weggeven. Deed die keeper daar, dacht hij soms dat hij veldspeler was? Nou, geen idee even, maar het maakt het ze zo wel erg makkelijk. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Onazi. Moses. 3 minuten extra tijd. Wie weet levert dit een kans op. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Alfredson. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. Er zijn nog steeds mogelijkheden om dit uit te spelen. Kans om te schieten. Een doelpunt voor IJsland. Hoe krijgt die hem er toch in? Ja, pas al even. Het was met zijn zwakke been. De goal vanuit een andere hoek. Ik denk dat met deze stand de zaak nu al bekeken is. De eerste helft is gespeeld, het is 3-0 en eens kijken wat de tweede helft ons zal brengen. Jongen, wat heeft hij de eerste helft heerlijk gespeeld, zeg. Ja, hij heeft al 2 doelpunten voor zijn rekening genomen en zal nu proberen een hat-trick te maken. Nou, geweldige wedstrijd van hem. En daar hebben ze na de eerste 45 minuten hun voorsprong aan te danken. Veel goals gezien in de eerste helft. Als de doelpunten in de tweede helft niet van die andere ploeg komen, dan wacht ze een treurige avond hoor. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Daar zit de tegenstander tussen. Die paas wordt onderschept. Hier heb je hem weer. Mogelijk een goede kans hier. Dat was een zeer matige opbouw. Ze zijn de bal alweer kwijt. We krijgen een vrije trap op een gevaarlijke plek. Zo, wat een redding van die doelman op die inzet van de bal. Wat een reflex, hè. Strafschop, geen twijfel mogelijk. Elderson. Breed gespeeld in de hoop dat de achterhoede gaten laat vallen. Hij heeft de bal alweer te pakken. Ze waren hem kwijt, maar hij veroverde hem meteen terug. Goed gedaan. De verdediging geeft heel veel ruimte weg op de flank. Alfredson. Alfredson. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Iheanacho. Met het hoofd over de lijn. We krijgen een wissel. Sigurðsson, Bjarnason. Het schot. Daar loopt iemand in de weg. Het schot wordt geblokt. Komt niet verder. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Wordt dit een doelpunt? Kans om de spanning terug te brengen verkeken. Maar wat was die speler er dichtbij? Ja, ik dacht ook even dat hij zat, zeg. Oniinje Ndidi. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Elderson. Iheanacho. Onazi. Iheanacho. De keeper redt op fenomenale wijze. We kijken naar deze hoekschop. De bal wordt voor het doel gebracht. Daar lijkt het gevaar te worden bezworen, maar de tegenstander wordt direct onder druk gezet. Elderson. En Nigeria bereidt weer een aanval voor. Komt dat schot? Gered, maar het blijft gevaarlijk. Bal in de 16. De tegenstander weet de paas eruit te halen. En die bal gaat over de zijlijn. Nigeria gooit in. Onazi. Iheanacho. Sigurðsson. De verdediging staat ze in de weg. Daar zit de tegenstander tussen. Mogelijk een goede kans hier. Alfredson. Een schot. Wat een prachtige redding van de keeper die een inzet van dichtbij onschadelijk maakt. Ja, hij moest snel reageren. Prima keepwerk. Sigurðsson met de corner. Moses. Dit moet een goal worden. Ja, ja, de keeper strekt zich helemaal uit en plukt daar de bal weg. Alfredson. Oei, dat is niet zo slim met al geel op zak. Als de scheidsrechter weer een kaart trekt, ja, dan wordt het rood. Nog 20 minuten. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Ragnar Sigurðsson. Ingason. Die man heeft al geel en speelt nu toch wel met vuur. Weer een overtreding van hem. Ik ben benieuwd wat de scheids gaat doen. Hij ging duidelijk met zijn hand naar de bal en dus legt de scheidsrechter het spel stil. Oniinje Ndidi. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? De scheidsrechter fluit voor een overtreding. We krijgen dus een vrije trap en een mooie plek. Rood. Hij trekt aan de noodrem en dat komt hem dus op een rode kaart te staan. Hoe is het mogelijk, hè, Even? Dat weet je toch. Als er zo'n speler alleen op doel afgaat, dan krijg je een rode kaart. Wat een afzwaaier toch. Van dit soort ballen ligt de tegenstander echt geen seconde wakker. Nee, dit is natuurlijk een ongelooflijk slecht genomen vrije trap. Goedmondson. Ze blijven in balbezit, dus de scheidsrechter grijpt niet in en geeft voordeel. Goed gezien. Absoluut, ik zie dat ook graag. En het is toch fijn dat dat bestaat, de voordeelregel. Onazi. De Nigerianen werken. Gaat de scheidsrechter geel geven of laat hij het hierbij? Deze gele kaart moeten ze maar opvatten als een ernstige waarschuwing. Er is immers net al een speler van hun weggestuurd. Dat was inderdaad een overtreding. De scheidsrechter heeft het goed gezien. Hij probeerde hem de bal afhandig te maken, maar maakte daarbij een overtreding. Er komt een verse kracht in. De doelman pakt die bal met overtuiging. Dat paasje biedt mogelijkheden. Hij is er vandoor. De bal gaat via de verdediger over de achterlijn. En ja, dan krijgen we een corner. Hoor die fans nou eens tekeer gaan, man. Zo te horen hebben ze het gevoel dat de overwinning hun ploeg niet meer kan omgaan. Ja, ze zijn echt door het dolle heen. Mooi om te zien dat vertrouwen bij de fans. Misschien geeft het hun team net dat laatste zetje dat ze nodig hebben in deze slotfase. Ja, met dit soort aanvallen, man, daar krijg je het publiek niet mee op de bank, hoor. De tegenstander probeert de opbouw te verstoren. De scheidsrechter legt het spel niet stil, maar geeft voordeel. En dat is vaak goed voor de wedstrijd. Ja, ik zie dat graag, Evert, want het blijft vloeiend dan, het spel. En dan krijg je niet steeds dat gefluit en dat steeds zo'n wedstrijd stokt en stopt. Hij is doorgebroken. De bal komt voor het doel. Daar was hij bijna, maar de bal scheert over de lat. Als hij die bal iets meer had kunnen drukken, was het een doelpunt geweest, denk ik. Hij krijgt toch nog geel, Juri. Ja, maar het was ook een behoorlijke overtreding en daar wordt hij nu voor gestraft. Steekt zijn been uit en pakt de speler in plaats van de bal. Duidelijke overtreding. Geen twijfel over mogelijk. Wat hij daar deed was niet volgens de regels. De scheids heeft gelijk. Er komt de wissel aan. De ene ploeg domineerde en de andere kroop door het stof. Ja, zo kan ik de wedstrijd van vandaag wel kort samenvatten. Jarnason. Dat met gevoel gegeven. Hij stormt zijn doel uit en maakte de aanval op die manier erg moeilijk. Prima redding, hoor. Ja, en gewoon zonder te twijfelen op die man af, hè. Hij ging er met de bal vandoor, maar werd achterhaald. Bal kwijt dus. Ari Skoulasson. Wie weet levert dit een kans op. En de bal gaat weer terug. Ze mogen ingooien. Kari Arnason. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog voor buitenspel. Er komt een vervanger aan. Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot. Moses nog steeds in balbezit. Ja, natuurlijk. Gewoon proberen. Wat een geweldig doelpunt. Ja, een fantastisch schot. Die speler laat de keeper volstrekt kansloos. Een schitterend doelpunt. Daar kun je geen genoeg van krijgen. Hij haalt vernietigend uit van grote afstand. Wat een schitterende goal. De afstand naar het doel was groot, maar hij vindt het doel. Ja, zo zien de supporters dat graag. Dat was een flinke afstand hoor. De vierde official geeft aan dat we 5 minuten blessuretijd krijgen. Ari Skoulasson, uitstekend gezien. Hij moest en zou die bal onderscheppen. Iheanacho. Obi. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Alfredson. Als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toeslaan in de omschakeling. Sigurðsson. Obi. Mogelijk een goede kans hier. De paas, daar is de poging. En ze komen terug hoor. Nog maar een verschil van 1 goaltje. De achterstand is verkleind tot 1 goal, maar er is nog weinig tijd om de gelijkmaker te forceren. De spelers en het publiek geloven er wel weer in, dus het kan nog flink gaan spoken. Sigurðsson. En daar is het laatste fluitsignaal. Ik denk dat de spelers deze vriendschappelijke wedstrijd zo snel mogelijk moeten vergeten. Het was niet goed vandaag. Ze kunnen hun blik beter op de toekomst richten. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, Evert.